is wel echt, echt een tijd om een kopje koffie te zetten. Goedemorgen. Ik heb maar een paardenfilm opgezet, want mij is opeens helemaal gek van paarden. Ik hoop niet dat het doorslaat, want dan sta ik straks elke week bij de manege. Maar goed, gelijk even een stukje geschiedenis op de vroege ochtend. Deze schattige mok heb ik gekregen van mijn oma. Echt heel lang geleden. Maar goed, die mok had het niet overleefd en toen kwam ik hem dus tegen bij de kringloop. Inmiddels heb ik hem alweer een jaar of 3, 4. Daar ben ik er heel zuinig op. Dus als mijn andere mok, waar ik altijd koffie uit drink in de vaatwasser zit of vis is, dan drink ik altijd koffie uit de mok van oma. Het is een heel schattig klein mokje hoor. Heel smal is die ook. Maar wel extra bijzonder voor mij. Wij zijn even gezellig samen aan het kleuren en dit zijn die hele leuke, bijzondere viltstiften. Ik zocht even het woord. Die, zoals je ziet, is hier eerst helemaal niks en daarna komt er pas kleur. Op een dag ging kleine beer buiten spelen. Grote beer was druk aan het schoonmaken. Mag hij niet schoonmaken? Doet mama toch ook zo graag? Dat is dus zo leuk aan die stiften. Die doen het alleen maar in dat kleurboek. Dus ze kan kleuren wat ze wil in het boek. Maar er komt geen ene streep. Kleine beer klauterde op de rotsen boven het berenhol. Daar zag hij een kleine grot. Hier kan ik mijn eigen hol maken, dacht kleine beer. Met een bed en een tafel en een stoel. Bye bye, hij gaat de deur in, hè? Gaat weg. Je krijgt nog een broodje. Papa gaat hem maken voor jou. Oh, gaan ze buiten lopen? Oh. Tijd voor een lekker ontbijtje. Krentenbrood. Tadaa! Ik ben zo blij dat deze kast schoon is en opgeruimd. Trouwens, de hele badkamer is schoon. Want mijn schoonmoeder die heeft van de week de hele badkamer schoongemaakt. Ik ben er zo blij dat hij weer een keer helemaal is gedaan. Meestal dan doe ik een stukje hier, een stukje daar. En dan ga ik een keer douchen en doen. Dan doe ik, spreek hem helemaal in en dan borstel ik hem. En dan ga ik daarna zelf onder de douche. Maar nu is dus de hele badkamer weer een keer schoon. Maar wat doe ik hierboven? Nou, ik ga het je vertellen. Het is 10 uur. Ik ga mijn tanden poetsen en ik ga naar bed. Want het kan. Ik kan slapen, dus ik ga slapen. Ik heb het nodig om iets meer aan mijn weekend te hebben dan dit. Morgen gaan we de hele dag weg. Dat is niet waar. Morgen gaan we de hele middag weg. Dus morgen heb ik die kans niet. Maar vandaag wel. Dus ik ga hem nemen. Anders krijg ik zeker, zeker spijt. Ik ben weer wakker. Ik heb bijna 4 uur geslapen achter elkaar. Zo kapot was ik blijkbaar. Maar nu tijd om aan te kleden. Want we gaan iets leuks doen. Aangezien het de laatste week is voor kerst. Hoog tijd om deze week de kersttrui weer maximaal te gaan aandoen. Want anders hebben we ze natuurlijk dit jaar bijna niet aangehad wat zonde zou zijn. Want ik hou er echt heel erg van. Deze. Met een neus. Toch hilarisch jongens. Ik ga die vanavond van de week ook aan naar mijn werk. Ik denk dat de kinderen het ook heel leuk vinden. Elk jaar zeg ik dat ik deze jas wegdoe. Zo'n grote zwarte jas. Maar elke keer na het einde van de winter hang ik hem toch weer in de kast. En dan is de winter voorbij, zomer voorbij en dan heb ik weer een winterjas nodig. En dan trek ik hem toch weer aan, want dan heb ik nog steeds geen nieuwe gekocht. Hij is wel heel lekker warm, dus zolang ik geen nieuwe heb, hou ik hem natuurlijk lekker. Zijn jullie er klaar voor? Wij zitten in de auto onderweg naar Nunspeet. Want in Nunspeet is vandaag een leuk food event. Allemaal in de kerstsfeer. Dus Benno zou eigenlijk met zijn vader heen gaan, maar die is helaas uitgevallen. Dus we gaan met z'n drietjes vanmiddag. Heel veel zin in, want het schijnt echt van allerlei lekkere dingen te kunnen proeven daar. En lekker eten zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Dus vandaar dat we daar nu naartoe zijn onderweg. Nou, onderweg toe. Naartoe. We gaan er naartoe. We hebben op goed geluk een parkeerplaats weten te bemachtigen, want het is flink druk.
Mensen zijn allemaal rondjes aan het rijden hier. Omdat ze geen plekje kunnen vinden, maar boffen wij weer even. We reden net al langs, het zag er wel druk uit, dus ik ben benieuwd. Wij zijn weer thuis. Het was super koud, maar wel heel leuk en even gezellig om eruit te zijn vandaag. Inmiddels is het etenstijd, dus ik ga voor makkelijk. Ik vond een lasagneschaal in mijn koelkast. Dankjewel, opa en oma. Jullie hebben boodschappen gedaan voor ons. Die ga ik in de oven schuiven en dan hebben we het lekker makkelijk vanavond. Kunnen we snel eten, want het is inmiddels al 5:30 geweest en we hebben trek. En we hebben het koud, dus we gaan even opwarmen. Genieten van onze lekkere, snelle maaltijd. En een leuke avond hebben met elkaar. Even kijken. Volgens mij 30 minuten. Zo. Ik moet me even kwaad maken over het aanrecht. Want het is door de dag heen ook weer een zooi geworden zoals je ziet. Dus ga ik even opruimen. Ik ga nog even gaan naar de Aldi. Want we zijn natuurlijk weer eens wat vergeten met de boodschappen. En ik neem gelijk het groen afval mee. Dan zijn we daar ook weer vanaf. Dus ik loop nog even lekker buiten in de kou. Ik neem meteen nog even een banaantje mee. Als ik er eentje kan. Oh, kijk hier. Het is wel oké. Nee. Toch die. Appeltje kan er ook wel bij. Die zijn te groot, ik wil een klein. Die dus. Liet ik ook nog een pak melk vallen bij de kassa. Hij was gelukkig niet kapot hoor, maar ik zag het al helemaal gebeuren. Ik voelde hem van mijn arm afglijden. Ik dacht nee. Maar gelukkig viel het niet kapot. Het begint alweer aan te vriezen hier. Ik sta nog even thee te maken. Want dat is een beetje moeilijk met één hand. We hebben een heerlijk dagje gehad met z'n drieën. Heel relaxed, gewoon laag tempo. Wat we eigenlijk altijd proberen in het weekend. Lukt niet altijd. Vorig weekend lukt het namelijk niet. Toen was het een beetje te veel voor ons allemaal. Vooral voor Mayra. Dat was een beetje zielig. Dit weekend hebben we dat niet gedaan. Vandaag dus de hele dag lekker thuis geweest. Vanmiddag op pad gegaan met z'n drieën. Allemaal lekkere dingen gegeten. Vanavond dan ook weer eigenlijk tempo naar beneden. En een beetje aangerommeld. Ik heb nog wat opgeruimd. Ik heb nog een wasje gedaan. Nu maak ik nog even een kopje thee. En dan gaan we naar bed. Het is 8:30 net geweest nog maar. Maar het licht gaat uit. Ik ben gewoon ontzettend moe. Dus... Leuk hè? Dat is het thema van deze maand. Dat we moe zijn. Ik heb er een hekel aan om het de hele tijd te zeggen hoor. Dus ik probeer het ook niet meer te doen. Ik probeer het minder te doen. Maar alsnog komt het volgens mij elke dag weer naar voren. Wij drinken vaak thee van dit merk. Die vinden we heel lekker.
Net een beetje anders dan anders, maar toch gewoon heel lekker van smaak. Dus dat gaan we nog even opdrinken. De vaat was er net aangezet. Ingesteld dat hij morgenochtend klaar is. Dan is het nog lekker warm en niet helemaal vochtig, weet je wel, als je dan uit bed komt. Dus, nou, hier thee voor jou. Dank je. Ik heb geen idee. Ik zag wel dat ik best wel veel beelden heb geschoten vandaag, maar volgens mij allemaal hele korte fragmenten. Dus het is niet echt een lange vlog, geloof ik. Maar ja, het was wel onze dag vandaag. Ik ga de vlog afsluiten voor nu. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!